Goedendag dames en heren. Vandaag ga ik jullie een instructie geven over verstekzagen. Nou, wat hebben we nodig bij verstekzagen? Nou, als allereerst hebben we natuurlijk een cirkelzaag nodig. Naast de cirkelzaag hebben we ook een rolmaat of duimstuk nodig. En natuurlijk het benodigde materiaal wat je wil gaan zagen. Voor de veiligheid moet natuurlijk ook aangedacht worden. Daarvoor hebben we natuurlijk een stofjas aan. We trekken werkschoenen aan. En voor onze oren hebben we oorkappen. Nou, ik zou zeggen, laten we maar beginnen met verstekzagen. Nou, als allereerst wat we in gaan stellen is natuurlijk de cirkelzaag zelf. Nou, dan moeten we eerst de cirkelzaag op 45 graden instellen. Dat doen we hierom. Daarnaast gaan we de hoofdhulpglijder instellen. En een van de laatste instellingen is de schutkap. Hiervoor pakken we ons materiaal, leggen we naast de cirkelzaag. We duwen onze schutkap ongeveer tot 2 mm boven ons materiaal. Nou, als we dit allemaal gedaan hebben, dan kunnen we beginnen aan onze volgende handeling. Dat is het aanzagen van ons materiaal. Nou, het aanzagen van ons materiaal, dat doen we eigenlijk om te controleren of dat al onze instellingen wel goed ingesteld zijn. Voordat we gaan zagen, is het wel noodzakelijk dat we eerst even gaan controleren of dat al onze instellingen goed vastzitten. Bij de hoofdhulpglijder, dat die goed vastzit. De 45 graden instelling, of dat er goed vastzit. Nou, als we al onze instellingen hebben gecontroleerd, of dat goed vastzit, kunnen we beginnen met het aanzagen. Nou, als allereerst zetten we natuurlijk ons oorkap op, ter bescherming van de oren. En vervolgens kunnen we onze cirkelzaag aanzetten. Nou, je ziet hier dat ik hem hier een klein stuk heb ingezaagd. Dit is noodzakelijk om onze maat te controleren. Als we onze maat hebben gecontroleerd, kunnen we het materiaal volledig verstek gaan zagen. Bij het verstek zagen is het natuurlijk wel weer noodzakelijk dat we onze handen in de vuist maken en onze duim gebruiken om het materiaal tegen de glijder aan te duwen en aan de achterkant van het materiaal om het materiaal naar voren te duwen. Nou, we zetten weer onze oorkap op, zetten de cirkelzaag aan. Nu hebben we het materiaal volledig in verstek gezaagd. Kunnen we controleren dat het materiaal mooi in verstek is gezaagd. Dit kunnen we controleren door het materiaal op het zaagblad te leggen. Houd de 40 graden kant op het zaagblad en kijk of dat die aan de onderkant mooi gelijk loopt met het blad. Nou, als dat allemaal klopt, dat betekent dus dat je een goed verstek hebt gezaagd. Nou, als laatste is het natuurlijk wel noodzakelijk dat we al ons materiaal netjes achterlaten. Dus het is ook de bedoeling dat we onze cirkelzaag mooi gaan opvangen. Nou, ik dank jullie voor jullie aandacht en voor het luisteren naar mijn instructie.